lang hoor, ik heb een hele lange. Laat het kontje nog. Je hebt mensen die kunnen zuurpruimen zijn, toch? Ja. Kan een koe ook een zuurpruim zijn? Weet ik niet, vertel. Zo, vertel het eens aan de kijkers over die leuke... Waar? Nou, hier in het winkelcentrum, bij de roltrappen, wordt heel vaak... Een hele goede morgen allemaal. Welkom weer bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Karen en Roderick. Ja. Roderick en Karen. Helemaal. Ja, dat zijn wij. Het is vandaag. Vrijdag 5 augustus. 2022. 2022, ja, helemaal goed. Niet 2021, nee, klopt niet. 2023 ook niet. Nee. Het is bijna 10:30. Ja, inderdaad. Helemaal correct, jongens. Nou, mijn zus die belde Roal helemaal wakker, want Roos zijn moeder is er. Ja, bij zijn huis. Dus ja, dat is niet helemaal slim met mijn gypsy. Maar dat maakt niet uit. Dus, dus wij zijn dus nu even de hondje aan het uitlaten, zoals je kan zien. Helemaal goud. En dan gaan we eventjes met de auto naar Roos zijn huis. Want daarna gaan we dus naar de Jum. Want Rodi moet namelijk vanavond op tijd beginnen. Want Rodi heeft een 12-uursdienst. Ja. Yeah. Dus, en ik ga Ro gewoon vanavond lekker naar zijn werk brengen. En ik haal hem morgenochtend weer op. Ja, zo lief ben ik ook weer. Dus wij wensen jullie gewoon uitermate heel veel kijkplezier. Maar dit is gewoon een nieuwe vlog. Zo, Rodi komt er zo aan. Maar ik ga even alvast de auto even goed zetten. Want ik wil... Ja, ik kan ook die kant op rijden. Ik kan nu allebei... Oh. Allebei de kant op rijden. Wat is handiger? Die kant is handiger. Ja, nou dan gaan we lekker die kant doen, jongens. Dat is een ziek idee. Dan gaan we lekker die kant doen. Het ligt nog steeds. En dan ga ik even weer naar achter rijden. Zo, en daar komt Ro alweer aan. Joepie. Ja, hou je mond. Ja, dat zag ik al, schat. Dat je er alweer was. Helemaal goud. Dan draai ik wel weer. Want dit ga ik niet redden met dat ding. Dan ga ik maar weer draaien, jongens. Ja, zit niet anders op. Nee, dan hebben we een klein rondje van de zaak. Weg moet halen. Die kant. Dat gaat toch niet lukken, Doos? Ik ga over de stoep. Handig. Ze heeft het even door. Volgens mij, ja, ze had ook daar. Zo, brabrabrab, jee. Ja, goed. Ja, je haar die zit goed, dus schatje. Ja, maar goed, shit. Ja. Komt er niks aan? Nee, mooi. Ik kan het niet zien, hè? Nee, je ziet het echt niet, nee. Het is nog maar een geel streepje maken, dat je niet mag parkeren. Dat is veel handiger. Hier die dan. Ja. Dat staat zelfs op de stoep. En hier is het helemaal vrij. En daar, en daar. Ja. Je mag er parkeren, hoef je niet op die hoek te staan. Dat is veel handiger. Nee. Ja, hier staat een kruis.
vlakbij de hoek waar je niet mag parkeren. Heel raar. Ik ken daar zo niet tegen, hè? Vogels stond op mijn raam. Nee, vogels stond zo niet lekker op je auto. Nee, daarom. Er is ook een dame die stond geparkeerd. Ja. En de auto's weggesleept. Nee, joh. Omdat ze op een invalide parkeerplek stond, blijkbaar. Oké. Dus ze zegt, nou dat klopt helemaal niet. Dus ze vraagt die camerabeelden op. Wat blijkt nou? Ze is gewoon geparkeerd. Later is die invalide parkeerplaats onder haar auto gemaakt. Toen is er iemand gekomen met een bon en afslepen die handel. Wauw. Dus nou dat klopt helemaal niet. Dat mag helemaal niet. Nee. Maar echt onder de auto een invalide parkeerplaats maken. Met rolstoeltje en al. Hoe dan? Ja. Ze waren echt bezig eronder te prutsen om het netjes te maken. Ja. Nou, dan komt de politieagent. Nee, staat op de invalide parkeerplaats. Daar komt een bon op. Dus die gaat ook even bellen van afslepen. Ja. Moet je dan weten dat daar een invalide parkeerplaats gaat komen? Ja, niet. Dat zie je niet. Niet deze vooraankondiging. Ik heb hem gewoon weer met de reet zet ik had op doen. Het is makkelijker om zo om de weg te gaan. Wie dan? Dan ben ik weer wat langer bezig, maar heb ik schijt aan. Dat stap ik vast uit. Dan wachten ze maar even. Ga jij gelijk uitstappen of zo? Nou! Dat zeg ik toch net, ik stap wel vast uit. Dan moet je wachten! Ik heb niet aan de gordel. Ja, dus? Dan kan ik nog vast uitstappen en dan ga jij rijden. Dit is creepy. Waarom? Ik zeg, ik stap vast uit. Doe die gordel los en dan ga je opeens rijden. Ah ja, joh. Zomaar opeens. Uit het niets. En dan ga je op een plek staan waar je eigenlijk niet mag staan. Ja, dus en? Dat is niet jouw garage. Zeg maar, gaat niet. Nee, maar dat is heel fijn met ze. Dan mag het niet. Nou, jongens, wij gaan naar boven, want mijn zus is er ook. Ja, die wil er niet op. Nee. Een vreemdeling in je eigen huis, dat is wel raar. Hè? Huh? Een vreemdeling zijn in je eigen huis, dat is wel raar. Ja. Zo. Ja, dank je. Jij ook. 50 cent. Beide hier bovenaan, helemaal goed. Waarom hier weer iedere keer op die hoek hier? Dat mag. Dit is toch niet handig? Nee, het is niet handig, maar het mag wel, want er staan geen gele strepen. En dan is er een stukje naar achteren. Nee, dat red ik. Jij wel. Een witte serieus. Ja, maar dit is een Ibiza. Dat geeft niet. Nee, maar dat zeg ik, je ziet hier echt helemaal niks. Zo. Mijn schoonmoeder weer gezien? Ja. Mijn schoonzus. Jij, jouw schoonmoeder en ik mijn schoonzus. Je ziet het. Ja. Dat is weer zo gezellig. Ja, en je hebt hier en hier ook een kussentje voor. Dan kun je deze gewoon laag houden. Ja. En dat kussentje die kan er dan op. Oh, oké, dat is wel handig. Kun je het zelf maken of wat? Nee, die kun je dan weer kopen bij meneer Ali. En deze is makkelijker te huren. Ja. Dan die andere bullshit. Ja. En want deze moet je alleen ververen en met je bank. Oké. Okay. Ja, jullie hebben voorrang hoor, ik er niet. Oh. Vest. Zo. En een blauwe. Een KM? Kia. Oh, ik dacht dat er KM stond. Nee, dat is een Kia. P2012R, ja. Een Kia Ceed. Een Seat? Een Seat? Ja, bijna wel. Bijna wel. Een groene klerenhanger. Hè? Een groene klerenhanger. Mijn favoriet. Zo, het is groen dat ik er nog doorheen ging. Zou ze even op hebben? Ja, dan moet je kijken zo meteen in de bak. Ja, de. Maar welke arm was het nou?
Deze hand, hè? Ja. Zal ik deze eens even niet gebruiken met de autorijden? Nee, je kan gewoon schakelen in wezen. Maar niet schakelen en sturen. Want als je nu achteruit zou moeten rijden, hoef je je stuur niet vast te houden om te schakelen. Nee, dat klopt. Dan kan ik gewoon daarin doen. En als kun je een aangepaste auto nemen, als je zeg maar geen rechterarm hebt, maar een linkerarm, dan ga je wel hier sturen. Neem een Engelse auto. Ja. Er is zelfs iemand die had geen armen. Hij was een junk. En had gewoon een gewone auto gestolen. Oké. Zonder armen. Dat is met zijn ene voet de gas en de andere te sturen waarschijnlijk. Ja, het is verkeerslicht en dus dan mag het. Ah. Jammer joh. Mag je doorrijden, ja. Maar dan moet hij dus alles met deze hand doen. Net zoals knipperlichten. Mm-hmm. Het kan ook aangepast worden, hè? Mm-hmm. Alleen die auto die hij dus erin legt, is niet aangepast. Nee. Daarom juist. Ja. Daarom zit ik nu eventjes aan te denken. Ja. Ja. Als Range Rover. Hoe doet hij dat? Hoe doet hij dat dan? Ja. Ja. Rijden. Oké. Niet panikeren. Oh, ja. Rood. Net zolang stil blijven staan tot het rood is en dan doorrijden. Ja, is toch handig? Die hadden jullie even moeten zien eigenlijk. Dan ga ik weer van baan wisselen. Even alles met één hand. Dat is zo raar. Het kan wel. Ja, kan wel. Hij heeft geslaagd. Nou, voor zijn vrijstelling. Maar heb je toch gereden, specifieke richtingen? Ja. Dus inparkeren, richting aangeven, inparkeren, kijken. Maar kijk, heb je geen handen voor nodig natuurlijk, maar toch. Het is zo raar met één hand sturen zo. Maar stel, je hebt je hand gekneusd. Ja, dag. Zo, dat ga ik... Cheaten is dat. Hè? Dat is cheaten. Wat is dat, cheaten? Vals spelen. Ja, dat weet ik. Ik heb toch je linkerarm gebruikt. Ja. Ach ja, maar waarom? Dat gaat Roos zo meteen wel vertellen waarom ik dat deed. Start. Nou, vertel het maar, trouwens. Waarom ik dat even deed. Nou, een... Oude rijschool. Oude rijschool. Rijschool A-klasse, wel te verstaan. Leraar heeft een leerling gehad. Die miste zijn linkerarm volgens mij. Deze? Ja, die had hij niet. Dus dan moet hij toch rijles nemen. Ja, alles met de rechterhand schakelen. Ja, automatisch makkelijker natuurlijk. Maar richting aangeven, et cetera. Sturen. Ook een bocht door. Huppatee, huppatee. Kan allemaal. Maar in een niet aangepaste auto. En is hij geslaagd voor zijn vrijstelling. Ja. En dat houdt in dat hij dus speciale verrichting heeft gedaan. Dus achteruit rijden, bochtjes draaien, weet ik wat allemaal. En allemaal op een nette, CBR-waardige manier. Een rannetje. Het voordeel is dat je een hoge auto had. Om in een examen te doen. Waardoor je meer overzicht had. Dus dat scheelt weer. Maar gefeliciteerd. Als je kijkt. Namens ons. Top. Ik heb mijn grote vriend weer mee. Is je leuk? Toch? Ik denk het. Toch wel, hè? Niet in het traphuis gaan spuiten. En niet waar die beveiliger bij zijn. Niet? Jammer. Dat wou ik net doen. Tegen de beveiliger. Kijk, en dat is ook leuk, hè? Dat je zo mee, zo op deze manier mee kan kijken. Ja. Hè? Oh, de knopje inspuiten. Ja, bijna wel, hè? Deze hier. Ja. Ja. Wat ik nou toch niet goed. Ja, jammer. Ja, helaas. Dat gaat dus nou niet lukken. Nee. Nee, jammer. Ja, jammer, hè? Ja. Dacht ik al, Rolly loopt even daar naartoe. Ik korretje halen, helemaal goed.
En dan gaan we alweer de Jumbo in. Oh, kijk, mijn grote vriend is er. Dominique. Kijk, die ziet me al aankomen lopen hoor, Domi. Open. Dank u. Hallo. Ha, hoe gaat ie? Hoe gaat ie? Gaat het goed? Ja. Mooi. Goed zo. Bien. Het is mee, joh. Wat zei jij nou? Van de tas. Het is daar. Het is een tas, maar op die kont. Van de tas. Ha. En bedankt. Van de tas. Ja? En wat zei hij nou in het Nederlands? Goed. Oké, dat is mooi. Goed zo, hè? Nou, grappen weer. Maken. Nou weer. Nou, ben je nog nooit in de Jumbo geweest, van deze Jumbo? Dan zeg ik, kijk maar eens even hoe het eruit ziet. Dit is de kleurrijke gedeelte van de Jumbo. Helemaal leuk. De Haagse kleuren, ja, ook helemaal goed. Duurpramen in de regering, van de Raad. Ja, bijna wel. Je staat niet op mijn. En waar lopen we weer naartoe? Zoals altijd en gewoonlijk naar de bar. Ja. Nou, hij zit wel redelijk vol. Ja, redelijk. Er zit nou weer voorstel salade. Macaroni salade. €1. Of wel lekker even. €1. Dat is €1. €1. Nee. Ja, voor jou zeker. Ja, €1. Ja, oké, €1. Oeh, die zit los, schat. Kijk uit. Goeie jongen. Oké, mooi pak schoonmaken. Ja, maar zo handig. Allemaal los. Ja. Wat is dit? Rut. De wat? Broccoli, nog wat salade? €1. Een patje. Kan het net niet lezen, jullie mensen? Echt net niet lezen, zeg. Broccoli, voordeelsalade. Oh. Ja, voor wie is het voordeel? Neem ik die ook wel mee. Lekker. Heb ik er 2 salades. Een carpaccio ook nog hebben? Lekker. Ja? Wat? Nee. Nee, ik zeg gewoon. Ja. Zit daar een carpaccio ook wel hebben. Lekker toch? Oh, deze carpaccio. Die is €1. Ja, nou, pak ik ook wel. Ja. Nee. Best. Nou, dat was hem. Ja. Oh ja, stokbrood. Yay, stokbrood. Ik wil nog stokbrood hebben. Nou, het is een beetje druk, maar dat maakt niet uit. Nee. Stokbroodje. Huh? Sorry meneer. Maakt niet uit. Lang hoor, ik heb een hele lange. Even. Schat, even die kant. Yes, nee, even die folie alleen, schat. Even, schat, kun je even helpen, gewoon even. Mannen, af en toe. Ja. Nee, dat moet hier weer bij in. Ja, dan valt daar er weer wat in. Niet handig nu. Ik vind het niet handig nu. Dat is leeg. Hij is empty.
Laat het kontje nog. Zo, dank u. Kontje zit er heus al in. Hier, kontje, hier. Hier heb ik het kontje. Oh nee, laat nou maar. Ik heb even kijken, zoek. Het zit er heus al in hoor, het kontje. Meneer. Dus, ja. Je hebt mensen die kunnen zuurpruimen zijn, toch? Ja. Kan een koe ook een zuurpruim zijn? Weet ik niet, vertel. Als een koe een zuurpruim is, geeft hij dan karnemel? Ja, precies. Geen idee. Maar dat zal jij vast en zeker wel weten. Maar wat was dat nou even bolletjes gisteren even met dat Pasen bij Isaac? Dit is meer dan bolletjes. Nou, ik heb hem ook maar niet genomen, nee. Gepaaste bolletjes. Puh. Nee, daarom... Wat niet lekker was waarschijnlijk. Hè? Wat niet lekker was waarschijnlijk. Ja, dat denk ik, ja. Als je laag make-up op wil, dan moet je lekker naar de toekomst toe. Ja, dan kun je laag make-up op krijgen. Ja. Mijn genade. Man! Ja, ik zie het nou net niet. Wanneer dit zit hem uit te wijken. Mensen raken pochtjes, maar ik heb het niet plaatsen. Zo, vertel het eens aan de kijkers over die leuke... Bah. Nou, hier in het winkelcentrum, bij de roltrappen, wordt heel vaak op de noodstop gedrukt. Ja. Dus nu heeft mevrouw hier een spulletje gekocht. Dat behoorlijk meer gelucht heeft, zeg maar. En dat heeft op die noodkoppen staan spuiten. Op jouw advies? Ja. Want iemand moet die je die het wel en wel zeggen. Als die noodkop nu aanraakt, krijgt stank aan zijn vingers, ter straf. Als het niet aanraakt, is niks aan het handje. Dus dat is leuk, dat is grappig. Ja, je wordt meteen terstond gestraft als je aan die noodkop staat te duwen. Dus dan weet je. Heb je stank aan je vingers, dan heb je aan die noodknop gezeten. Oekraïne. Ja, en Tesla. Ja. Een blauwe. Yep. Ik wil toch eens een keertje nog een afspraak inplannen met Schippers en met Hans. Ik bedoel met Hans. En met Pietje. Pietje wel. Te kijken wat ze zeggen. Eerst met Piet. Ja, echt hè? Ja, Karin, dat is goed. Karin, dit Karin, dat Karin. Je rijdt goed, prima. Ja. Het is altijd maar... Ja, je rijdt goed, Karin. Je doet dit zo goed, ja. Maar je bent er nog niet aan toe om je rijbewijs te halen. Ja, ja, ken je dat? Dat is goed. Ik ga met Roy even naar de supermarkt. Hij staat op mij te wachten. Ja. Jij hebt de fop. Hè? Jij hebt de fop. Een beetje doorlopen, niet weer weglopen. Hier. Straks is het weer rond. Te laat. Nou! Denk, nou, dan kan ik er nog even snel door, meneer. Dat is het eerste. Dat is weer. Ik mag er niet door. Jawel, als het goed is mag je weer door. Ja. Dat is het weer. Als deze oor nou open klapt, dan kan ik weer wat meer horen.
En jij moet niet iedere keer zeggen wat. Dat is, nee, maar dat is echt vervelend als mensen oorontsteking hebben. En jij, wat? Want jij kan heel goed horen, zeg maar, nu. Ja, ik kan heel goed horen als jij het zegt, want ik kan mijn taal niet verstaan. Nee, dat is fijn. Dat is fijn voor je. Dat is fijn voor je. Ja, als je dan aan een Duitser vraagt. Wat hangt er aan de waslijn? Was? Ja, wat, ja. Ja, was. Was, ja. Helemaal goed. Ja, rijden. Ja, en hele jij moet nog schakelen, mut. Hele rijen met auto's die staan te wachten. Zo, maar je hebt vanavond dus lekker een 12 uur dienst. Of het lekker is, weet ik niet, maar het is wel een 12 uur dienst. Maar hoe vind je het en dat ik jou wegbreng? Nou, dat vind ik wel aardig. Lekker, hè? Het was heel donkergroen, sorry. Heel licht oranje, ik bedoel niet. Ja, ook dat. Maar niet licht rood, dus dat vind ik niet goed. Nee, echt, hè? Dus dat, maar vertel het eens wat aan de kijkers, want ze zien jou een beetje te weinig. Te weinig. Hoe gaat het met je? Ja, het is een beetje schipperen momenteel. Waarom? Vertel. Er zit iemand in mijn huis. Ja, mijn zus dus. En gewoon Annie. En ik mag er niet in. Annie, ja, gewoon. En ze heeft een naam. Daar heb ik schijt aan. Annie. Ik wel. Nou, dus dat. Hey, kom, move, weg. Gasten. Lamp aan en zo. Dan ga ik wel recht door. Oh, goed. Opa. Lampen. Je lampen aan in de tunnel. Lampen. Helemaal goed. Tjoe, nog aan toe. Dankjewel. Dankjewel. Jullie ook bedankt, hè. Godzame mijne. Echt, sommige mensen die komen echt gewoon uit een ei. Lampen, ja. Een ei. Je rijdt in een tunnel. Wat denk je anders? Want waarom moeten mensen een lamp aandoen? Schat, vertel het eens. In een tunnel, vertel. In een tunnel? Nou, er is verlichting genoeg. Je moet niet wel extra lamp aan te doen. Nee, maar vertel, waarom? Want waarom is het handig om je verlichting? Heb je zelf beter zicht. En misschien dat de mensen achter jou zicht hebben van, oh, daar rijdt een auto. Zou zomaar kunnen. Meer? Iets met wegvoerschriften, geloof ik. Meer? Ook als je van baan verandert of verricht, wel een beetje knipperen. Dat is ook wel handig, denk ik. Dat oranje lampje, weet je wel. Meer? Het is zo'n handig schakeltje aan je stuur, wist je dat? Als het erboven doet, gaat er buiten lampjes branden. Ja. En naar beneden? Aan de linkerkant gaan lampjes branden. Dan weten mensen achter waar je naartoe gaat. Handig, toch? Gebruik het dan! Ja, maar dat is te moeilijk voor sommige mensen, schat. Hoor je, waarom doen Indianen zo als ze over de prairie kijken? Nou, vertel. Omdat ze zo niks zien. Nee, precies. Madness. Ja, sommige mensen die komen uit een ijsgat, ik weet het. Ja, een eitje. Die noemen we kol, een eikol. Ja, ook dat. Telefoon even van de lader af en dan even mijn stekker eruit halen. Ook een hele handige, want anders betaal ik stroom zonder dat het hoeft, zeg maar. Rodi is weer netjes in pak, kijk. Hij schat. Dus ik ga zo Ro weer lekker naar zijn werk brengen, jongens. Joh, het zal wel weer moeten. Ja, er moet weer gewerkt worden. Dus ja, ik ga hem even brengen. Dus dan zien we ons zometeen wel in de auto.
Heb je een beetje kunnen slapen, of niet? Nee. Niet? Maar wel even een beetje kunnen liggen, dus. Liggen wel. Zou je deze er even in kunnen doen, schat? Op mijn kant, alsjeblieft. Doe nog steeds. Ja, hij doet het. Hij doet iets, hè? Ja, ja. Mijn Android CarPlay, die doet het weer. Ja, het is wel. Ja, oké. Lekstraat 49, Den Haag. De tram is pak rijden. Ja, maar dat is een kind. Ja, daar gaat niet op wachten, dag. Dat zijn geen kinderen meer. Hè? Dat zijn geen kinderen meer. Nee. Dat zou ik beter moeten weten. Zo, en mijn oren zitten nog een deels dicht. Het wil wel iedere keer een beetje openklappen, maar dan klapt het toch weer een soort van dicht. Het is een beetje, eigenlijk een beetje open en dan in één keer weer dicht. Open en dan weer dicht. Het is iedere keer die ik kan voelen. Zo, hey duifjes. Duifjes allemaal. En toen lag ik lekker op de bank, ja, met een half oor die het nog niet doet. Nee. Maar Speedy komt er ook aan. Kijk, kijk, kom maar, kerel. Kom dan. En ik ga de tv aan doen, want ik wil gewoon even wat lekker tv kijken. Maar ik weet nog niet wat ik wil gaan kijken. Nee. Dus, dat betekent tv aan doen. En gewoon lekker sippie bij. Dat wordt deze lekkere. Deze. En ik ga lekker gewoon even lekker bank hangen. Lekker tv kijken. Maar wat? Dat laat ik jullie nog zo meteen zien. Ja, naar omstandigheden gaat het op zich wel goed. Op 24 mei krijgt de meldkamer de oproep assistentiecollega. Dat betekent dat er een collega in nood is. Mandy en Nienke hebben dienst. Nou, dan weten jullie dus waar ik aan haar kijker ben. Verderop rennen agenten. Zo, nou, Rodi heeft een bestelling geplaatst voor mij. Een pizza margarita. Dus die gaan we maar even ophalen bij de Jumbo. Ja. En dan gaan we weer even naar Roos zijn werk toe rijden. Dat hoeft toch helemaal niet? Jawel, dat vind ik leuk. Ja, en dan zegt Ro, ja, maar je hebt ook je rust nodig en met je oorontsteking. Ja, joh. Ik rij wel. Dat vind ik leuk, weet je? Waarom ook niet? Dus ja, dan ga ik maar even lekker naar de Jumbo. Ga ik even pizza margarita met extra, extra veel kaas vragen. Als Jimmy er is en anders, hoe heet die? Maar mijn andere vriend Dominique. Die doen het ook wel. Kijk even of ik aan de voorkant kan parkeren. Voorkant, zijkant, voorkant. Dus dan gaan we het even maar bekijken. Zo, en ik kan weer gelijk door. Dat is mooi. Ik heb de groene golven zo vandaag. Helemaal goed. Dus. Ik rij weer veel te hard. Standaard bij mij. Te hard rijden. Maar als ik maar wel netjes afrem. Nou, dat doe ik. En ik heb alweer groen, jongens. Ja. Helemaal goud. Oh, mag je maar 50. Oh, jullie willen niet weten hoe snel ik hier rijd. Maar ja, alles voor zelf. En maar ja, ik let heus wel op mijn eigen veiligheid hoor, jongens. Vergis je daar maar niet in. Nee. Ik zeg het me niet. Maar ja. Ik vind het gewoon fijn om even iets voor Ro te kunnen doen, weet je. In die tijd, en dat ik al helemaal geen rijbewijs had, toen nog met mijn ex. En hij bracht me ook overal hoor, en dat gaat Maro ook. Gewoon altijd naar de Nelder, naar mijn werk toe. En dan nu
breng ik gewoon een skate wat dingen naar zijn werk toe als hij wat vraagt. Dan kan hij wel zeggen, ja, maar je hebt ook een juris nodig. Ik ben nog even iets jonger als hem, dus... Dus ja, dan kan ik het nog wel maken, zeg maar. Zo. En het is groen. Groener als dit wordt het dan niet, jongens. Kom. Rijden. Met die poot op het gaspedaal en anders schakelen en anders hoeven. En als je geen schakel hebt, dan kun je gewoon lekker doorrijden. Punt.nl. Dus. En dit is een Mercedes, dat is een Audi en dit is een Nissan. Die rijdt nog snel door ook. Wat gaan we doen dan? Het reed snel, maar in één keer gaat hij op en op zijn remmen. Ja, ja. Wauw. Ik denk, nou, daar ga ik ervoor. Maar hij dacht er even anders over. Dat is een Nissan 99 LGG3. Ja, ja. Wauw. Nee. Maar oké. Okay. Nou, met die Mercedes XR, dan is die BMW nog sneller. Jeetje, Mina, opa, kom. Opa, oma, wat is het? Jeetje. Sommigen die kunnen ook echt gewoon niet rijden ook, hè. Waarom niet? Ik snap dat niet. Eigenlijk wil ik hem gewoon aan de zijkant hebben staan. Eigenlijk het liefst. Ja, ik mag gelijk weer door. Dat is mooi. Niemand? Nee, mooi. Nou, dan moet ik even door verder kijken dat mijn neus lang is, zeg maar. Volgens mij kan ik mijn auto daar kwijt. Ja, volgens mij wel. Dat is heel chill geweest, want dan hoef ik hier boven niet te parkeren. Ja, ik kan hem hier kwijt. Dus dit is zo chill, jongens, dit. Oh, dit is heel chill. Oh, ik kan er hier helemaal kwijt nu. Oh, dit is zo chill nu. Dit is zo chill. Nou, van achteren rijden. Even iets meer. Zo. Zo. En nog een klein stuk in de achteren. Zo, parkeren, zo, top, die uit. En ik ga naar binnen, jongens. Jullie zien me zo. En daar ligt deze dame dan weer lekker op de bedje. En dat betekent, zoals gewoonlijk, dat ik deze vlog lekker ga afsluiten. Dus, vond je deze vlog nou leuk? Ik zou zeggen, vergeet dan zeker niet te abonneren. Doe het belletje aan. Doe het duimpje omhoog. En laat dan gelijk even een leuke reactie achter. En dan zie ik jullie graag weer morgen terug bij een gloednieuwe vlog. Ciao.